Kom uit Veenendaal. Duiven. Uit Zevenhuizen. Kom uit de lucht. Ermelo. Leiden. En ik ben een hart en nieren Feyenoorder. Feyenoorders heb je in alle maten en kleuren. Ik ga op Rotterdam Centraal op zoek naar de supporters die van buiten de stad komen. Vanmorgen vroeg om 9:15 de trein gepakt. Om toch naar binnen te kunnen. Ja, sowieso is mijn club hier. Ik bedoel, ik heb familie in Rotterdam wonen. En daarmee, ja, die hebben we een beetje met het Feyenoordvirus besmet in 84. Ja, zit in je hart, hè. Feyenoord. Onze hele familie is voor Feyenoord. Wij zijn echt Feyenoord supporters. Dus wij zijn er elke wedstrijd bij. Nou, dat virus komt voornamelijk bij mijn man vandaan. Ik kwam er al toen ik klein was met mijn oom. Dus het is gewoon een supermooie club, mooie sfeer. We zitten bij elkaar in het voetbalteam. We zijn de enige twee voor Feyenoord. Dus samen moeten we een beetje de eeuw afhouden, een beetje elkaar tegen elkaar een beetje sterk houden. Hoe komt het nou dat de club ook zo'n aantrekkingskracht heeft op supporters van buiten de stad? Ik denk gewoon door de uitstraling, ook door zeg maar, ja, het was natuurlijk de eerste club die in Nederland Europese prijs won, Europa Cup 1. Ja, ik denk gewoon de hele ambiance van alles, het stadion, het publiek, het fanatisme van alle supporters, dat het gewoon ook ver buiten Rotterdam mensen kan aantrekken tot de club. De sfeer in het stadion, zo mooi, het contact met de spelers is super, ook wanneer het slecht gaat, dan zijn de supporters er altijd. En hoe gaan deze supporters het feestje vieren? Ja, met een hoop kabaal, denk ik. En een hoop feest. Nou, we gaan er gewoon één groot feest van maken. En we laten zien hoeveel wij van Feyenoord houden. Een fonteintje misschien? Met een korte broek. En het is toch wel aardig fris geworden, ben ik bang. Ja, zwembroek zijn we vergeten. Dat is misschien een beetje stom. Anders hadden we al gedaan.